En hij is gelukkig dood, oké. Okay. Ik kreeg 40 XP, bijna level 8. En dat is de reden waarom... Wauw. Waarom zoveel Pokémon? Wel een Berul, jongens. Dat is de andere Pokémon die ik wilde hebben. Dat is de tweede keer pas dat ik hem tegen ben gekomen ook. Yo, medegamers. Leuk dat jullie weer kijken naar de volgende Let's Play van Pokémon Uranium. Ik zet even mijn microfoon ietsje dichterbij. We gaan verder waar we de vorige keer zijn gebleven. Dat was in het Pokémon Center. Op weg naar de cave. Waarvan ik niet meer weet hoe die cave precies heette. Moet ik eerlijk toegeven. De Passage Cave, inderdaad. De Passage Cave, waarom heet die zo? Omdat het de doorgang verleent naar de stad waar we naartoe moeten. Dit is een Tonami, zijn we al een keertje eerder gekomen. Sterker nog, ik heb hem gevangen. Niet te vergeten. Even mijn geluid van mijn telefoon op stil zetten. Is ook wel handig. Ik ben nu al poisoned, dus dat is handig. Ik kan bijna gelijk weer terug gaan lopen. Maar mijn enige Pokémon is in ieder geval niet meer alleen maar Raptors. Ik heb nu een Kabak zoals je ziet. En de Pokémon waar we nu tegen vechten heb ik ook gevangen in de vorige Let's Play. Als je dat niet gezien hebt, kan je die misschien ook nog kijken als je er zin in hebt. Ja, ik ben already poisoned. Dat is niet zo slim van jou, Tonami. Nou, ik heb met mijn Kabak... Oh jawel, ik heb Struggle Bug. Even kijken of dat... Ik wil net zeggen dat ik geen andere aanval had. Nee, die is not very effective. Maar hij doet wel veel damage. Dus ik weet niet hoe dat komt. En special attack gaat er ook nog eens vanaf. Dus of dat gebeurt altijd of het is kans om te gebeuren. Ga dadelijk even kijken hoeveel aanvalskracht die heeft. Ik ben dood. Hoe ben ik dood opeens? Dat had ik niet zien aankomen. Vind ik ook jammer. Maar ja, dan gaan we maar met deze Tonami vechten. Als die Growl je bekend voorkomt, zoals ik ook al in de vorige Let's Play zei, het is gewoon de Zubat die ze genomen hebben. De Zubat Growl. 56 experience points, bijna level up. Ik ga terug moeten, want ik heb geen revive of zo. Nog, dus ja, niks anders aan te doen. Hatsenflats, we zijn weer terug in de cave. Hier kunnen we niet heen, daar heb je surf voor nodig. Zo te zien. Ah, kut. Ik wilde net even gaan kijken hoe sterk die struggle bug nou eigenlijk was. In principe kan ik dat ook gewoon hier doen. Misschien dat ik dat maar gewoon even moet doen. Pokémon, gaan we naar Summary. En zijn we hier bij de aanvallen. Even kijken hoor. Ik kan het niet zo goed zien. Waar zijn we nu? Ik kan niet zien. Oh, hier kun je zien welke je geselecteerd hebt, soort van. Juist, ja. Oké, dit is in ieder geval Struggle Bug. Die doet 50 damage en het is een special attack. En deze heeft 50 tackle en het is een physical attack. Dan gaan we even kijken hoeveel special attack en hij heeft wel meer attack. Nou, dan zal het echt aan die Tonami zelf liggen. Waarom de Struggle Bug zoveel sterker was. Ik heb weer ik ben weer gepoisoned. Nu gaat er gewoon niet veel vanaf. Was het net een critical hit dan ofzo? Omdat ik het niet door had. Met de poison gaat er zeg maar steeds meer health af. Des te langer dat je het hebt, als het goed is. Ik denk niet dat ik dood ga. Nee. Nou, ik heb het overleefd. Een critical hit op het einde, die had ik liever wat eerder gehad. Had me weer wat extra health opgeleverd. Dan gaan we nu even een bepaalde berry of zo. Nee. We gaan een antidote geven. Aan mijn Kabak. Zo, daar mist een geluidje, merk ik. Tenminste, vergeleken met de normale Pokémon.
Dan gaan we nog een Oranberry doen. We hebben heel veel berries gekregen van een vrouwtje in de vorige Let's Play. Ik denk dat Kabak het wel goed gaat doen tegen deze hiker. This cave is dangerous. Only the manliest man can pass it. Nou, dan mag ik er toch wel door, jongens. Dat moet niet eens een vraag zijn. Deze Pokémon ben ik één keer tegengekomen. Deze Barul. En toen heb ik hem per ongeluk doodgemaakt. En ik had hem heel graag willen vangen. Ik ben gewoon benieuwd naar zijn evoluties, vooral. Not very effective, maar zijn special attack wordt wel wat minder. Met zijn tackle is een physical attack, dus dat maakt niet echt uit. Daarvoor denk ik ook niet dat ik het ga halen. Nee, dit is ook not very effective. Gaat niet, nee. Nee, dat wilde ik niet doen. Ik wilde niet wegrennen van het gevecht, jongens. Dat zeker niet. Ik ga even met Tonimi proberen wat voor elkaar te krijgen. Oké. Hij hit redelijk sterk. Ik ga voor de tackle. Ik hoop dat... Ja, dat doet dan ook geen damage natuurlijk. En dat was nog een critical hit. En er ging echt precies... een millimeter af. Nou, hij heeft zijn defense gedaan. Ik ga nu maar mijn Raptors inzetten. Want ik zie niet in hoe ik dit ga halen anders. Flame Body. Oké, gelijk burnt. Dit is tenminste een effect waar ik wat aan heb. Hij is gelijk geburnt. Dan gaan we Ember. Hij heeft nog geen nieuwe aanval geleerd. In 5 levels. Maar het begint wel echt al moeilijker te worden. Als je met andere Pokémon's gaat vechten in ieder geval. Hij moet inderdaad wel dood zijn, ook al is het not very effective. Iedereen krijgt 31 XP. Hij gaat er nog eentje in zetten. Dan ga ik denk ik heel eventjes ruilen. Met mijn Kabak of zo. En dan ruil ik daarna terug naar mijn Raptors, zodat hij wat XP krijgt. Anders krijgt mijn Raptors als enige XP en dat is ook niet de bedoeling. In een nieuwe Pokémon hoef je dit niet meer te doen. Dan heb je gewoon lekker een experience share. En dan worden die ervaringspunten gewoon verdeeld over al je Pokémon. Maar die heb ik nog niet tegengekomen in dit spel. Misschien dat die er wel is. Ik denk het haast wel. Maar je krijgt hem niet vanaf het begin. Zoals in de andere Pokémon's. In Pokémon X en Y tenminste wel het geval. Dus in andere Pokémon's krijg je dat niet. Tenminste, niet zo. En dan was het voor één andere Pokémon of zo. Niet voor heel je party. Nog een Tonimi. Misschien dat ik deze kan verslaan, maar ik denk het niet. Hij gaat 2 health af. Ik ben benieuwd of ik dit ga halen, jongens. Lijkt wel echt meer af te gaan. Ik moet natuurlijk ook een beetje trainen. Poison gas. Maar ik ook niet heel gelukkig van. Oei, oei, oei. 1 leven ging eraf. Ik ga waarschijnlijk nu dood. Als hij niet nu dood is, dan ga ik dood. Of heb ik 1 leven misschien. Oké, nog 1 leven. Ik heb geluk. Dan gaan we naar mijn andere Tonimi. Ja, ik ben in ieder geval niet dood. En deze ook niet hiervan. Ik heb poison gas gedaan in plaats van gewoon een tackle wat ik wilde doen. Nou, we hebben alle 2 lekker poison gas op elkaar gedaan wat geen fuck uitmaakte. Aangezien we alle 2 poison zijn en het heeft dan geen effect. Ik ben wel lekker level 6 nu. Zo, ik krijg wat stats erbij. Ja, Kabak is dood gegaan. Als je gaat lopen met iemand met een Pokémon die poison heeft, dan gaat er langzaam damage vanaf natuurlijk. Hè. Nou, gaan we weer even helen. We worden langzaam sterker.
Tenminste, dat hoop ik. Dat is het doel natuurlijk. Ik vind mijn kabak is wel erg slap. Misschien had ik toch gewoon niet die Pokémon moeten gebruiken. Maar goed. Of moeten vangen en gebruiken. Nou, en we hebben nog een gevecht hoor. Weer een Dunsparce. Ik ga gewoon de hele tijd een beetje switchen naar mijn Raptorch. Want die is wel capable of defeating enemies. Mijn andere Pokémon zijn gewoon echt nog een beetje slap. Ik hoop dat die Tonemie snel een wat betere aanval krijgt. Ik denk nog één Embertje en dat hij dan wel dood is. Nee, niet. Ik ga nog een tackletje moeten doen. Misschien ga ik ook al mijn Pokémon even een Orenberg geven. Dan zijn ze wat sterker. Ik heb een beetje snel doorgeklikt. Maar mijn Raptorch is in ieder geval lekker level 9 geworden. Dan ga ik mijn Pokémon even een Orenberg geven. Zo. Dan kunnen ze namelijk zichzelf helen midden in een gevecht. Op het moment dat ze oranje, dat hun healthbar oranje wordt. En dan hoef ik dat dus lekker niet meer te doen. En dan kan ik gewoon doorvechten zonder een beurt te verspillen midden in het gevecht. Zo. We komen weer een Tonemie tegen. En hier is weer mijn Kabak, wel van level 7 dit keer. Ik twijfel of ik hem moet inwisselen. Ik ga gewoon proberen hem dood te maken. Hit nog steeds best hard. Die Tonemie voor 5 hit. Die critical hit was dit. Not very effective. Ik ga dadelijk wel weer poisoned zijn waarschijnlijk. We gaan door met de tackles. Ik ga alweer bijna dood in niet eens een trainer battle. Ja, precies. Ik wil net zeggen, die Orenberry zou nu moeten komen. Nou, als ik die Orenberry net niet had gegeven, dan was hij ook gewoon dood gegaan. Nu, door deze tackle, was hij dan dood gegaan. Dus ja, je ziet nu gelijk het nut van dat doen. Ik kreeg wel even wat XP. Ga ik wel weer een antidote en weer een Orenberry moeten geven. Geen Betty. Dat dan net weer niet. Ik ga even naar de antidotes. Hup. Ja, en misschien toch ook wel een Orenberry gewoon gebruiken even. Ik heb hier niet zoveel meer. Zo dan maar. Of zo. Ik ga deze nu even... Oh, ja, ik zit nog in mijn scherm natuurlijk. In mijn itemscherm. Ik wil even mijn Tonemie gaan omwisselen met mijn Kabak. Zo, en dan gaan we door. En we moeten alweer vechten. Alweer een Tonemie. Wel veel Pokémon's hier zo. Ik ga hem even lekker tackelen, jongens. Ik ga hem even lekker neerhalen. Hij mij ook zo te zien. Ik ben wel level 6 en hij is level 4. Dus, of zij moet ik zeggen. Hij doet lekker. Zij! Blijft moeilijk, jongens. Genders en zo. Nou. Andere Tonemie is lekker done. Ik loop twee. Wel een nieuwe Pokémon. Een Grozard. Een Grozard. Ik vind hem wel cool. Of haar. Jongens. Ik heb moeite met geslachtsdelen. Nee. Dat is niet wat ik wilde zeggen. Wat ik wilde zeggen. Was dat ik moeite heb met onthouden welk geslacht iemand is. Oké, ik ga hem sowieso vangen. Ik zou hem ook wel willen gebruiken, maar hij is level 4 ook. Dat is een beetje zwak. Maar dit is de eerste keer dat ik hem tegen ben gekomen en voor de rest alleen maar die andere twee Pokémon's. Dus ik vang hem gewoon voor het geval dat hij een beetje zeldzaam is. Hatsaflats. Oké, dan Grozard. Het is waarschijnlijk een ground Pokémon, gok ik, aangezien die sand attack on. Ja, hij is een ground. Its snake-like body is almost always partially underground. The tunnels they dig can serve as pitfalls for the unwary. Ik heb weer niet
naar beneden gedaan. Ik vind het wel leuk dat je gewoon nog XP krijgt ook. Ik vind Grozard wel tof. Ik ga even kijken welke aanvallen die heeft. Hij heeft Scratch en Sand Attack. Nou, we gaan gewoon eventjes door zo. Ik wil hem op zich wel al trainen, maar misschien ga ik nog sterker tegenkomen. Ik neem weer twee stappen en een Dunsparce komt op mijn pad. Ik heb nu toch eigenlijk wel de behoefte om ze allemaal te vangen ofzo. Dus misschien dat ik dat ook maar gewoon ga doen. Ik weet het niet zeker hoor. Hij is erg sterk, deze Dunsparce. Dus we gaan even wisselen naar mijn Raptorch. Ik ga denk ik wel proberen ze allemaal te vangen, jongens. Dan gaan we in deze serie proberen. Hij is echt heel sterk. Echt absurd gewoon. Maar dan gaan we in deze Let's Play serie gaan we gewoon proberen alle Pokémon's in Pokémon Uranium te vangen. Dat zeg ik bij deze. Dan kan ik me er ook niet meer van afmaken. Hij is dood. Is niet de bedoeling. Ik krijg wel 35 XP. Ik denk dat ik op een gegeven moment terug ga moeten. Ik weet niet wat er vandaag met Pokémon Uranium is, maar... Er wordt erg... Ze willen dat ik Pokémon's bestrijd. Dat ik ze uit moet roeien in deze grot, zo te zien. Zoveel Pokémon's komen we tegen. Oké, gelukkig mijn Oranberry. Het is echt een moeilijkere Pokémon hoor, jongens, want... Ik ben me hier gewoon doorheen aan het worstelen, echt. Of ik zou alleen maar mijn Raptorch moeten gebruiken, maar zelfs hij had het moeilijk met die Dunsparce bijvoorbeeld. Dus ik kan ook natuurlijk wegrennen van alle Pokémon gevechten, maar dat doe ik niet. Alleen als het nodig gaat zijn, doe ik dat. Maar ik ga wel terug moeten, denk ik. Want dit... ook geen nieuwe aanval, helaas. Even kijken of ik nog een gevecht zou overleven hoor, jongens. Ik denk het niet. Dus ik ga terug. Maar het is in ieder geval een wat actievollere let's play. Met lekker veel Pokémon gevechten. Dus dat vind ik ook niet zo erg. Echt niet normaal. Wel een Grozard van level 6. Oké, kijk eens aan. Kijk eens aan. Deze gaan we ook vangen. Ik kan denk ik beter... Wisselen van Pokémon, heb ik het idee. Of niet? Nee, ik laat hem even doodgaan misschien zelfs. Want als ik nu ga wisselen naar Raptorch, dan krijg ik gelijk een aanval op hem. En dan is die Raptorch misschien wel gelijk dood. En daar zou ik ook niet zoveel aan hebben. Dan kom ik misschien de grot niet eens meer uit, tenzij ik een escape rope gebruik. Oké, hij doet nu gelukkig Growl. En dan gaat mijn attack alleen maar iets van naar beneden, maar ik hoef niet meer aan te vallen. Ik ga nu voor de... Oh, nee, voor de Pokéball... hier, bag. Pokéball. En dan gaan we. Zo, Hatzeflats. Oké. Gelukkig hebben we hem gevangen. Niet gekocht. We hebben er een Grozard bij. En dat is ook de Grozard die ik ga trainen. Dit is echt niet normaal. Ik ga gewoon moeten vluchten of zo. Ik blijf denken, ik ga gewoon, ik blijf ze gewoon lekker verslaan, want ik heb echt XP nodig. Ze moeten gewoon sterker worden. Een critical hit. Ja. Ik ga nu maar wisselen of zo dan, hè, naar mijn Kabak. Gaat mijn Tonami net niet dood. Ik hoop dat deze Kabak dit aan kan. Dan krijg ik waarschijnlijk een poison gas in mijn, ja. Niet, oké. Attack missed. Vind ik helemaal niet erg. Oh, weer gemist. Nice. Dan krijg je in ieder geval niet het probleem dat als ik ga lopen dat hij mijn Kabak doodgaat. Nu mag hij opeens als eerste wel aanvallen. Of hij valt de hele tijd als eerste aan of niet. Ik weet het niet meer. Ik denk het wel. Nou ja, ik ben alsnog poisoned. Ik krijg 18 XP. Dus niet... Wauw. Nog een Grozard, jongens. Ja, Tonami die gaat het niet redden. Dat is wel duidelijk. Maar ja. Ik heb ook niet heel veel andere keuzes. Dus ik ga nu gewoon vechten dat ik dood ga. Hopelijk een Sand Attack. Ja, een Sand Attack.
Nou, accuracy fail, dat betekent dat ik nu meer kans heb om te missen. Als ik deze tackle mis, dan komt het daardoor, maar ik mis hem niet. Nog een growl. Of niet nog een growl. Gaat mijn attack ook nog eens een klein beetje van naar beneden. Als ik nu deze raak, dan is hij waarschijnlijk alsnog dood. Ik raak hem. En hij is gelukkig dood, oké. Okay. Ik kreeg 40 XP, bijna level 8. En dat is de reden waarom... Wauw. Waarom zoveel Pokémon? Wel een Berul, jongens. Dat is de andere Pokémon die ik wilde hebben. Dat is de tweede keer pas dat ik hem tegen ben gekomen ook. Dus we gaan hem echt, echt vangen nu. Oh ja. Niet veel is... hij is best wel een sturdy Pokémon. Oh, ik ging bijna op no doen. Dan had ik toch wel eventjes gehuild. Waarschijnlijk had ik beter mijn Raptorch kunnen doen. Maar we gaan voor de Struggle Bug. It's not very effective. Special attack gaat wat naar beneden, maar hij doet alleen maar tackle. Dus dat Boonies wil en Harden dan, maar geen andere aanvallen. Oh ja, deze is poison natuurlijk, hè. Weet je, ik ga gewoon door. It's not very effective. We already knew that. Ik hoop gewoon dat ik hem vang. Blijf jij maar lekker Harden doen, inderdaad. En dan blijf ik ondertussen struggelen. Ik hoef geen critical hits. Pokémon Uranium nu. Dankjewel. Het ziet er misschien uit alsof ik het nodig heb, maar ik hoef geen critical hit, want ik wil hem vangen. Nou, hij blijft lekker Harden doen, maar ik gebruik alleen maar special attacks. Oh, ik had nog een Oranberry op hem. Dan gaan we dit sowieso wel halen, denk ik. Dan gooi je weer een struggle bug erop. Nou, ik denk dat ik hem nu wel moet kunnen vangen op zich. Dus dat gaan we proberen. Ik krijg een tackletje op me en dan gaat wat af vanwege de poison. We gaan naar mijn bag en we gaan naar mijn pokeballs en we gooien een pokeball. Fingers crossed dat deze Berul erin gaat. Ja. Oh, nee, niet. Ik dacht echt dat die erin zou gaan. Ik schrok er bijna van. Mijn kabak gaat weer bijna dood. Oh, jongens, ze gaan er echt niet makkelijk in deze game, jongens. Kom op. Zo. Ga ik hem nog een keer moeten slaan voor dit? Ik ga dood nu door de poison, denk ik. Ja, ik ga dood. Use next Pokémon. Dan gooi ik gewoon een rustige tackle op zijn hoofd. Hij heeft alleen maar Harden gedaan. Dus er gaat niet veel af. Also, dat gaat alleen maar in mijn voordeel werken waarschijnlijk. Oké, nou, ik ga nog eventjes aanvallen. Jezus jongens, deze Berul maakt het me wel erg moeilijk. Ben ik dood? Ja, ik ben dood. Hij gaat echt heel mijn team afmaken dadelijk. Deze gaat ook dood. Maakt niet uit. Ik heb nog een tackle. Nee, hij gaat Harden doen. Nou, is dit dan genoeg? Is dit dan genoeg, jongens? Ik heb nog maar 7 pokeballen ook, dus dat wordt ook... Kom op. Ja. Oh. We hebben hem. Dit is mijn 4e of 5e Pokémon die ik gevangen heb. Ik heb te snel doorgeklikt. Helaas niet gekeken wat zijn omschrijving was. Gaan we zo wel even doen. Even kijken, even save hoor, voor de zekerheid. Ik kan ook niet echt veroorloven om geld te verliezen. Ik ga nu rennen. Ik wil eruit. Ja, kijk eens aan. Volgens mij als je rent, kom je minder Pokémon tegen. Maar ik weet het niet zeker. Maar dat lijkt wel echt zo te zijn. We hebben in ieder geval een hoop nieuwe Pokémon waar we ook deze cave mee kunnen gaan bevechten. Ik maak echt langzaam vorderingen, maar het is gewoon nodig. Ik kom er anders gewoon niet doorheen. Of ik moet de hele tijd mijn Raptors gebruiken, maar...
Ah, dat geluid van die PC is zo teringhard, hè? Oh, hij is steel en rock. Echt een aparte combinatie. En heel weinig Pokémon. Heel weinig Pokémon die hebben in het begin al twee types, zeg maar. Pas als ze dan evolueren, dan krijgen ze hun tweede type erbij. Maar in deze Pokémon hebben Pokémon's heel vaak... hebben ze heel vaak dat ze gewoon al vanaf het begin, vanaf hun eerste evolutie, twee types hebben. Zo te zien. Ik ga even rennen, want ja, kijk. Nu kom ik al sneller. Ik ga ook even saven. Ik sta alweer bijna op dezelfde plek. Ik ga wat meer rennen, jongens. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik de Pokémon's tegen ben gekomen die ik tegen ben gekomen. Ik denk trouwens dat de volgende trainer die ik ga verslaan, dat die een steentype gaat hebben. Waarschijnlijk deze zelfs. Dus ik moet even kijken wat ik dan ga inzetten daartegen. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik gewoon Tonimir maar voor laat staan of zo. Daar gaan we. Hij zegt, I have sworn never to leave this cave before I've won 100 consecutive battles. En dat betekent dat hij 100 potjes achter elkaar gewonnen wilt hebben. Zonder te verliezen. Dus 100 gewonnen potjes achter elkaar. En hij heeft een Mankey van level 7. Dus ik hoop dat dit zijn eerste gevecht is ofzo. Want hij gaat van mij verliezen. Maar hij heeft een Mankey. Dat is niet de Pokémon die ik verwacht had. Wel gaat mijn Tonimi dadelijk level up. Vind ik ook helemaal niet erg. Een low kick. Oké, kijk. Daar heb ik critical hit wel, maar not very effective. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik heb liever dat hij zijn... Oh nee, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Echt een moeilijkere Pokémon is dit hoor. In de echte Pokémon spellen dan heb je ze bijna altijd in twee hits dood. Maar hier ben je aan het vechten voor je leven als je niet... Als je niet super effective dingen hebt. Lekker wat HP erbij. 3 HP, 2 speed. En voor de rest eentjes vooral. Is het Boutocent in Bashaun? Die kennen we nog niet. Dus ik weet ook niet wat ik moet gebruiken voor type. Ja, wie gaan we inzetten? Ga ik mijn Grozard voor het eerst maar inzetten ofzo? Ik denk dat hij wel een toffe evolutie heeft trouwens. Een Bashaun. Het lijkt op... Het is een soort van Flaffy ofzo, weet je wel? Een level 8 is hij wel. Dit is super misschien. Nee, wel heel, heel erg fucking sterk. Zie je, dit bedoel ik. Je kan echt niet met een level 6 Pokémon gaan vechten. Dat red je gewoon niet. Welke aanval deed hij? Ik weet het niet meer, maar ik hoop... Mijn vergeetachtigheid helpt me echt niet, hè. God damn it. Nou, we gaan voor Kabak even. Low kick. Oh ja, low kick. Ik had inderdaad het gevoel alsof ik Kabak moest doen. Zodat die... zodat dat not very effective zou zijn. Ik weet niet wat voor type hij is. Dus ik gebruik gewoon een struggle bug om te kijken wat het doet. Het is niet super, maar het doet wel gewoon wat damage. En special attack wordt minder. Vind ik ook niet vervelend. Maar hij gebruikt geen special attack aanvallen. Hij gebruikt nu een physical attack. Die low kick. Heb ik nog wat drinken hier? Ja, gelukkig wel. Hij heeft echt veel critical hits. Echt, de gevechten duren gewoon lang. Doordat je gewoon... Maar ja, ik weet nu natuurlijk ook niet... Met bijna van alle Pokémon weet ik wel welk type ze zijn. En dan zet je daar het juiste type tegenover waar jij een type advantage over hebt. Ik hoop niet dat hij doodgaat. Nee. En dan heb je Pokémon zeg maar best wel snel dood. Omdat alles wat je doet is super effective. Maar in deze game weet je dat gewoon niet. Alle 253 experience points. In hindsight...
Perhaps it was a silly vow to swear. Dus hij zegt, het was misschien niet zo slim om dat te zweren. Dat was het inderdaad niet, jongen. Ja, ik ga even wat moeten helen of zo, denk ik, jongens. Ik heb nog 2 Orenberries en een potion. Je moet gewoon echt... In deze Pokémon, je moet gewoon micromanagen en zo. Zo van, wat ga ik helen? Nou, ik heb veel potions gebruikt. Ik heb er nog 2 over. We gaan weer eventjes saven. Maar ik vind het wel leuk, want ik moet gewoon beter nadenken. Ik moet daadwerkelijk potions gebruiken en zo. In die andere Pokémon deed ik dat misschien alleen in de Pokémon League of zo, weet je wel. We komen nog een Berul tegen van level 6. Ik ga vervluchten, want ik kan hem heel moeilijk doden. Ik had hem eigenlijk ergens ook wel willen vangen. Ah, we zijn gelukkig aan het einde. En we hebben onze eerste Great Ball gevonden. Dat vind ik leuk. Snel de god uit. Nee, we hebben nog een gevecht. En het is een Tonami. Nou, die kan ik wel verslaan. We komen nu ook aan bij onze eerste gym volgens mij. Hierna in dit stadje, als ik me niet vergis. Nou, en de Tonami is dood. Dan gaan we heel gauw de grot uit. Nee, helemaal niet. We gaan de grot niet uit. Ik heb ook het gevoel dat mijn rival dadelijk gaat komen of zo, weet je wel. Dan ben je al bijna dood. En dan komt je fucking rival. Net zoals in Pokémon Gold op het einde of zo. Ik kan 2 kanten op. Ik kan alle 2... Kut, jongens. Het is weer een Berul. Echt een hele stomme growl heeft hij. Verschrikkelijk. Nee, we gaan niet tegen Beruls vechten. Het spijt mij, maar je bent te moeilijk. Ik moet gewoon echt tactisch gaan doen over wat ik tegenkom. I'm surveying the area to build a trail. It's so cumbersome. Ik weet niet wat dat betekent. To have to go through this cave in order to get anywhere. Good luck, kid. Take this, you'll need it. We hebben onze eerste revive gekregen. En dat is ook waar. Ik heb het ook gewoon echt nodig. Een revive is om je Pokémon's mee te... Hoe noem je dat? Weer mee tot leven te wekken, zeg maar. En ook revives. Dat gebruikte ik alleen maar in een Pokémon League en andere Pokémon's. Of bij de gym misschien. In gym gevechten, maar voor de rest was het gewoon te makkelijk. Je hoeft het gewoon zo nooit te gebruiken. Deze Tonami gaan we weer eventjes pakken. Mijn Tonami begint lekker te levelen. Misschien moet ik eigenlijk ook wel een andere Pokémon inmiddels in gaan zetten. Maar ik wil dat deze ook even wat damage kan doen. Dat die misschien ook een aanval leert. Het zou mooi zijn in ieder geval. Ja, kijk eens aan. Hij is weer dood. Nou, dan gaan we weer. Ah, jezus. Ik moet echt rennen in dit spel ofzo. Want anders kom je om de 2 seconden een Pokémon tegen. Ik ga zo weer rennen, want volgens mij helpt dat dus. Nou, we hebben nu in ieder geval 6 stappen kunnen zetten in plaats van 2. Hele verbetering. Nou, gaan we weer lekker tackelen. Poison Gas heeft geen effect. Nog altijd geen effect. Nee jongens, Poison Gas helpt niet. Ga lekker tackelen. Zo. Hebben we dat ook weer. Deze wil vast tegen me vechten. Somehow I find that it's fun to randomly beat up on innocent trainers. Dat is niet zo aardig, meneer. Hij houdt ervan om onschuldige mensen, om onschuldige trainers te verslaan. Dat vindt hij leuk. Een Grozard van level 8. Ik ga een Poison Gas op hem gooien. Ja, hij haalt aardig uit. Ik denk ook niet dat ik hem kan verslaan. Ik ga nog 1 aanval doen voordat ik hem ga inruilen voor een andere Pokémon. Ik hoop niet dat ik dood ben. Nee. Oké, we hebben 1 tackle kunnen doen. Deed aardig wat damage wel, gelukkig. Ja, wie gaan we dan inzetten? Ga ik mijn Grozard inzetten?
Of ga ik mijn kabak inzetten? Die ben ik ook lekker aan het trainen. Nee. Ik druk zomaar gewoon op Barul. Ik hoop dat hij het kan overleven. Hij is wel sterk. Ja. Nou, kijk eens aan. Hij is level 5. Maar een scratch doet maar 1 leven van hem af. Dat vind ik leuk. Ik hoef ook geen harden te doen daardoor of zo. Ik ga hem gewoon tackelen en voor de rest zal de poison hem afmaken. Ja, nou, hij is sterk jongens, deze Pokémon. Al die andere Pokémon, als er 2-3 levels tussen zitten, gaan ze gewoon dood. Maar Barul niet. Nou, heel goed gedaan Barul. Ik denk dat ik met Barul zelfs gewoon zou kunnen vechten zonder problemen. Hij is level 9, Tonemi. En hij heeft Smog geleerd, dus hij heeft een nieuwe aanval geleerd. Normaal hoor je daar ook een geluidje voor, maar dat hoorde je nu niet. Je kan trouwens ook zien hoeveel XP die gaat krijgen. Zie je dat? Iedere keer als dat grijze balkje er staat, dan... Dan gaat hij precies zoveel opvullen als je hem verslaat. Dat vind ik wel geinig dat je dat kan zien. Maar ik ben benieuwd hoor, want dit ziet er wel uit als heel weinig. Maar misschien ga ik hem niet kunnen verslaan, dus misschien gaan we het niet kunnen checken. Nee, deze gaan we niet halen hoor. Gaat ook steeds sterker worden. We gaan nu al gelijk terug naar mijn Barul. Die Growl slaat wel echt nergens op, jongens. Oh, ik hou van deze Pokémon. Heerlijk dat alles zo weinig damage op hem doet. Daar gaan we weer. Ah shit, hij doet Defense Roll. Dat vind ik wel echt niet zo leuk. Want nu heeft mijn Tackle minder effect. Gaat misschien lang duren voordat ik hem dood heb. Dat dacht ik ook. Nou, dan gaan we even voor mijn sterkste hoor. Dan gaan we even voor mijn Raptors. Echt een sterke trainer dit. Zie je, ik moet echt veel meer nadenken over wanneer ik wie inzet en zo. Ik vind dat wel echt heel erg leuk. Het is echt een veel tactischere Pokémon dan de andere. Tenminste in het verhaal zelf. Bij de normale Pokémon dan moet je het echt zelf op gaan zoeken als je tactisch wil zijn. In de zin van als je dan competitive gaat vechten, dan kan je naar IV's gaan kijken en zo. Dat je dat dan gaat trainen. Maar hier is het gewoon al moeilijk vanaf het begin in het verhaal. Dus dat vind ik echt leuk. I suppose all bullies eventually get their comeuppance. Hij zegt hier zo van... Uiteindelijk krijgen alle pesters... Oh, ik wil rennen. Lukt niet, ik weet niet waarom. Ik druk op allerlei verkeerde knoppen. Kut. Tonemi is dood bijna natuurlijk. Ik ga deze wel even vluchten. Maar alle pesters die... krijgen op een gegeven moment wat ze verdienen, is wat hij zei. Zo. Nee, we gaan niet tegen jou, bro. Jij bent te sterk. Tenminste, wel voor mijn Tonemi van die bijna dood is. Ik ga even een andere Pokémon voor moeten zetten, denk ik. Ga jij maar lekker voor. Want hij is gewoon het slapst. Nog slapper dan mijn Kabak. En mijn Barul is misschien nog wel een van mijn sterkste Pokémon, terwijl hij mijn laagste Pokémon is. Jongens, we hebben het gehaald. Nautalk City. Ik was al bang dat er nog een verdieping zou zijn. Ik ga eventjes saven. Voor het geval dat mijn rival of zo opeens om de hoek komt kijken. Kijk wat hij gaat zeggen. Hij gaat niks zeggen, oké. Okay. Welcome to North Nautalk City. I'm the official town greeter. Nou... Is dat nog eens even fancy, jongens? Wat is dit? Is dit een fietspad of zo? Hier loopt een Barul te lopen. Aardig groot stadje. Dan gaan we even nog rondlopen. Als we een beetje verkend hebben, dan is het alweer tijd om... de Let's Play af te gaan sluiten, denk ik. It's nice to be surrounded by greenery, even in the middle of a big city. Dit is... Die Oten ben ik volgens mij ook nog niet tegengekomen. Sport, you wouldn't happen to be one of them Pokémon trainers, would you? I reckon you're here to challenge the Pokémon gym then. I am, as a matter of fact. Daar is de gym. Hier zie je flink aan het laggen. Hier is de gym, jongens. Hier gaan we... Ga ik nog niet in. Hier gaan we de volgende Let's Play in. Even nog wat meer. Wat is hier dan? Of is dit de gym? Oh... You, are you maybe perhaps here to see Maria? Oh my, you must be like me, I'm her biggest fan. Oh, but she's hardly ever at her gym.
You can probably find her at home. I can't go there because of reasons. But you still can. Here, take this. Hij heeft gewoon de sleutel van deze Maria. En hij zegt zo, ik mag er niet naartoe because of things. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een of ander straatverbod. Omdat hij een fucking creep is. Hier, keep it, I made copies. Her house is in the southeast part of town. Dat is zuidoost. Dus naar onder en rechts, als ik me niet vergis. Dus niet hier. Ben ik benieuwd wat daar wel aan zit. Maar dat gaan we ook de volgende let's play uitvinden. Daar gebeurt een hoop, zie ik. Veel going on in deze stad. Guys. Ik zoek even de... Hoe noem je dat? Pokécenter. Pokécenter is hier. Mooi, dan zijn we weer veilig. En dan kan ik de let's play af gaan sluiten. Nou, al mijn Pokémon zijn weer volledig geheeld. Dat is leuk. Bedankt voor het kijken voor deze let's play alweer. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Vond je hem nou leuk? Laat dan even een likeje achter. Subscribe voor meer let's plays en gameplay van andere games. Maar ook tips en guides en vlogs en al dat soort dingen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters!